Het Da Vinci College opent vandaag een nieuwe school. Aan de Karel Doormanweg is een voormalig basisschool verbouwd tot een school gericht op Nederlandse taallessen. Hier wordt educatieonderwijs gegeven en dat is voor mensen die geen Nederlands spreken, dus Nederlands als tweede taal voor onze vluchtelingen en statushouders, of die onvoldoende Nederlands als eerste taal kennen, dus bijvoorbeeld analfabeten. Het Da Vinci College had al een educatieschool als deze, namelijk op het Leerpark. Door de vluchtelingenstroom werd deze ruimte echter te klein. En daarom was het belangrijk om naar een nieuwe locatie op zoek te gaan. En met behulp van de gemeente hebben we deze hele mooie, grote, ruime locatie gevonden. Afgelopen zomer is het pand opgeknapt en per 1 september is de school begonnen met de eerste lessen. Nu twee maanden. Het wordt steeds beter en we zijn steeds meer thuis. Maar we zijn vanaf het begin af aan, voelden het helemaal goed. En gehoord, van welk werkwoord is gehoord? Horen. Ja, van het werkwoord horen. Waar vroeger op deze school dus alleen kinderen les kregen, zijn het nu alleen volwassenen. Mensen die hier komen zijn volwassenen vanaf 18 jaar. Tot dat moment dat ze, mensen die al 65 zijn, hoeven niet meer verplicht taal te leren als ze binnenkomen. Ja, dus het gaat vooral vanuit de inburgering? Het gaat vooral vanuit de inburgering, ja. Dat is onze belangrijkste doelgroep en grootste doelgroep.